Hoe komt het toch dat mensen compleet anders omgaan met geld? Waarom neem jij beslissingen die je neemt? Wat voor de ene persoon de meest logische financiële beslissing is, is voor de andere persoon complete onzin. Geld is ingewikkeld. Geld en emoties gaan hand in hand. En die emoties beïnvloeden je beslissingen. Waar we graag keuzes willen maken op basis van feiten, keuzes die zwart-wit zijn, zorgt geld juist voor een gigantische grijze zone. Maar dat maakt geld voor mij ook zo'n interessant onderwerp. Mijn naam is Ewout van Vastgoedmentor en in deze video duiken we in de psychologie van het geld. Het komt niet vaak voor dat je een boek over financiën in één adem uitleest. Oké, dit was dan een dun boek van slechts 240 bladzijden, maar toch. Ik heb het over dit boek, The Psychology of Money van Morgan Housel. Dit boek gaat niet direct over investeren of over financiële vrijheid bereiken, maar toch is het een interessant boek om te lezen als je financiële vrijheid wilt bereiken. Financieel succes behalen heeft veel te maken met psychologie. Onze hersenen doen namelijk onverwachte dingen waar we zelf geen weet van hebben. En dit boek geeft je een andere kijk op geld en voornamelijk het gedrag van mensen in combinatie met geld. Oftewel de psychologie van geld. Laten we zoals altijd beginnen met het begin. Wie is de auteur van dit boek? Morgan Housel. Morgan Housel is een relatief onbekende auteur en schreef tot nu toe slechts 3 boeken in zijn carrière. In met name Amerika is Morgan Housel bekend van zijn artikelen bij The Wall Street Journal en The Motley Fool. In het begin was hij columnist en inmiddels is hij fulltime auteur. Het meest recente boek van Morgan Housel is dit boek, The Psychology of Money, dat in 2020 verscheen. Dit boek gaat over de relatie van mensen met geld. Volgens Morgan Housel wordt deze relatie gevormd door ervaringen, opvoeding en sociale achtergrond. Over de relatie met geld staan in dit boek 19 korte lessen beschreven. In deze video zal ik deze 19 korte lessen met je delen, sommige wat uitgebreider dan andere. Helaas is dit boek alleen beschikbaar in het Engels, dus dit is mijn vertaling en interpretatie. Les 1. Niemand is gek. In het kort komt de eerste les erop neer dat mensen gekke dingen doen met geld, maar dat niemand gek is. Morgan Housel verklaart dit als volgt. Mensen wonen in verschillende landen, zijn van verschillende generaties, opgevoed door verschillende ouders met verschillende inkomens en met verschillende waarden. Hierdoor groeit ieder mens op met andere prikkels en leert ieder mens dus andere lessen tijdens zijn of haar leven. In theorie zouden mensen investeringsbeslissingen moeten nemen op basis van hun eigen doelen, feiten en de beschikbare investeringsmogelijkheden. Maar dat is niet wat mensen doen. Maar weinig mensen nemen financiële beslissingen puur op basis van een spreadsheet. Economen ontdekten namelijk dat de investeringsbeslissingen van mensen sterk afhankelijk zijn van de ervaringen die investeerders in hun eigen generatie hadden en dan vooral ervaringen aan het begin van hun volwassen leven. Dus hun kijk op geld is simpelweg gevormd in verschillende werelden. En als dat het geval is, kan wat compleet onlogisch is voor jou, voor iemand anders hartstikke logisch zijn. Les nummer 2. Geluk en risico. Volgens Morgan Housel zijn geluk en risico dubbelgangers. Hij stelt dat de grens tussen inspirerend gedurfd en roekeloos dwaas slechts een millimeter dik kan zijn en pas achteraf zichtbaar is. Ook stelt hij dat de toevallige impact van acties buiten je eigen controle meer gevolgen kan hebben dan de acties die je bewust neemt. Wees dus voorzichtig wanneer je ervan uitgaat dat 100% van de resultaten die je behaalt komen door jouw inspanningen en beslissingen. Je moet van risico houden omdat het zich na verloop van tijd gaat terugbetalen. Maar je moet paranoïde zijn voor rampzalige risico's omdat het je verhindert toekomstige risico's te nemen die ook na verloop van tijd hun vruchten weer zullen afwerpen. Het advies van Morgan Housel is dan ook om nederig te zijn als dingen goed gaan en vergevingsgezind als ze fout gaan. Het is namelijk nooit zo goed of slecht als het lijkt. Les nummer 3. Het is nooit genoeg. In deze les leert Morgan Housel dat de moeilijkste financiële vaardigheid is om je doelpalen te laten stoppen met bewegen. Maar dit is een van de belangrijkste financiële vaardigheden. Het wordt namelijk gevaarlijk als de smaak naar meer geld, meer macht, meer aanzien de ambitie sneller doet toenemen dan de voldoening. Volgens Morgan Housel is sociale vergelijking hier het probleem. We willen ons namelijk graag vergelijken met die succesvolle buurman, collega of vriend. Het punt is echter dat het plafond van de sociale vergelijking zo hoog is dat vrijwel niemand het ooit zal bereiken. Je kan deze strijd dus simpelweg nooit winnen.
De enige manier om te winnen is om te accepteren dat je misschien genoeg hebt, zelfs als het minder is dan degene om je heen. Morgan Housel maakt het volgende mooie statement in les 3. Er is geen reden om te riskeren wat je al hebt en nodig hebt voor iets dat je niet hebt en ook niet nodig hebt. Les 4. Confounding compounding. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe deze titel op een goede manier kan worden vertaald naar het Nederlands. Maar les 4 leert je een belangrijke les over de kracht van het rente-op-rente effect. Om dit duidelijk te maken gebruikt Morgan Housel de vermogensgroei van Warren Buffett als voorbeeld. Warren Buffett is natuurlijk een supergoeie investeerder, maar zijn echte geheim is tijd. 81,5 miljard van Warren Buffett's vermogen van de 84,5 miljard heeft hij namelijk opgebouwd na zijn 65e verjaardag. Dat is natuurlijk een bizar gegeven. Goed beleggen gaat niet per se over het behalen van het allerhoogste rendement, omdat het allerhoogste rendement vaak eenmalige treffers zijn die niet kunnen worden herhaald. Het gaat erom dat je redelijk goede rendementen behaalt die je voor de langst mogelijke periode kan herhalen en kan vasthouden. Kortom, als je als belegger het goed wil doen, is het vergroten van je tijdshorizon het krachtigste wat je kan doen. Tijd is namelijk de belangrijkste factor bij beleggen. Les nummer 5. Rijk worden versus rijk blijven. Er is een groot verschil tussen rijk worden en rijk blijven. En beide vereisen ook een andere strategie. Om echt rijk te worden moet je bereid zijn om risico's te nemen. Echter, om rijk te blijven moet je juist geen risico nemen. Het vereist nederigheid en angst dat wat je aan vermogen hebt opgebouwd net zo snel weer kan verdampen. Het is volgens Morgan Housel belangrijk om lang te kunnen overleven. Wat hij hiermee bedoelt is een ruimte voor fouten, oftewel een veiligheidsmarge. Dat een van de meest ondergewaardeerde krachten is in de financiële wereld. Op deze manier kan je namelijk zo lang mogelijk in de markt blijven en je assets jaren en jaren de tijd geven om door te groeien en maximaal gebruik te maken van het rente-op-rente effect. Succesvol investeren is dus niet alleen de juiste keuzes maken, nog belangrijker is het om geen hele grote fuck-ups te maken. Les 6. Tails you win. Eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe deze titel op een goede manier kan worden vertaald naar het Nederlands. Maar in les 6 geeft Morgan Housel een verklaring voor het feit dat je het als belegger de helft van de tijd bij het verkeerde eind kan hebben en toch een fortuin kan verdienen. Dit komt erop neer dat binnen een gespreid beleggingsportfolio of zelfs een gehele index veel bedrijven slecht of middelmatig presteren. Slechts een handjevol bedrijven zorgt voor het meeste rendement. Tijdens de Berkshire Hathaway aandeelhoudersvergadering in 2013 zei Warren Buffett hierover dat hij zo'n 400 tot 500 aandelen in zijn bezit heeft en dat hij het meeste heeft verdiend met slechts 10 aandelen. Als je een paar van deze topaandelen van de portfolio van Berkshire Hathaway zou weghalen, dan blijft er slechts een middelmatig rendement over. Ja, dat is toch wel een bizar gegeven om te realiseren. Wat is geluk? Geluk is een ingewikkeld iets omdat het voor iedereen iets anders is. Maar als er een gemeenschappelijke deler is van geluk, dan is het wel dat mensen hun eigen leven willen kunnen beheersen. Meer dan hoeveel je verdient, meer dan de grootte van je huis, meer dan het aanzien van je baan. Controle over doen wat je wilt, wanneer je wilt, met de mensen die je wilt, is de belangrijkste levensstijlvariabele die mensen gelukkig maakt. De grootste waarde van geld is dan ook het vermogen om controle over je tijd te krijgen. Financiële onafhankelijkheid betekent voor mij niet dat je stopt met werken. Het betekent dat je werk doet dat je leuk vindt, alleen met de mensen die je leuk vindt, op de tijdstippen die jij wilt en zolang jij wilt. Les nummer 8. Man in de auto paradox. Ook dit is weer een leuk inzichtelijke reflectie. Morgan Housel maakt je namelijk bewust van een interessante paradox. Mensen hebben de neiging om mooie spullen te kopen om door andere mensen gerespecteerd en bewonderd te worden. Echte mooie dingen zorgen er helemaal niet voor dat mensen je respecteren en bewonderen. Niemand merkt de persoon op die mooie spullen heeft. Mensen merken de mooie spullen op. Als respect en bewondering je doel zijn, wees dan voorzichtig hoe je dit gaat bereiken. Nederigheid, vriendelijkheid en empathie zullen meer respect opleveren dan mooie spullen ooit zullen doen, is de wijze les die Morgan Housel hier leert. Les nummer 9. Rijkdom is juist wat je niet ziet. Dit is een van mijn favoriete lessen van het boek. We hebben allemaal de neiging om rijkdom te beoordelen op wat we zien. Want dat is de informatie die we voor ons hebben. We kunnen de bankrekeningen en eventuele assets van andere mensen echter niet zien. We vertrouwen dus op wat we kunnen zien om financieel succes te meten. Dure auto's, grote huizen
indrukwekkende Instagram-foto's. Geld uitgeven om mensen te laten zien hoeveel geld je hebt, is echter de snelste manier om snel geen geld over meer te hebben. De waarheid is dat rijkdom is wat je juist niet ziet. Rijkdom is de mooie auto die je juist niet hebt gekocht. De mooie kleding en schoenen die je niet hebt gekocht en toch ook eigenlijk niet nodig had. Rijkdom is de financiële activa die nog niet zijn omgezet in dingen die je ziet. Rijkdom is verborgen. Het is inkomen dat juist niet wordt uitgegeven. De waarde ervan ligt juist in het bieden van mogelijkheden, flexibiliteit en je tijd zo in te delen als je zelf wilt. Als voorbeeld geeft Morgan Housel het verhaal van ene Ronald Reed. Hij was conciërge en was nooit uiterlijk rijk, maar na zijn overlijden liet hij een fortuin achter die hij grotendeels schonk aan goede doelen. Google maar eens de naam Ronald Reed en zijn verhaal zal je verbazen. Les nummer 10. Spaargeld. In deze geld leert Morgan Housel over het belang van sparen en dan met name het belang van de zogenaamde spaarquote.